Vandaag keer ik terug in de tijd, want ik ga naar de tentoonstelling Gef Mauge, 80 kilometer archeologie dwars door West-Vlaanderen. Het is een heel bijzondere expo die de belangrijkste vondsten laat zien van een heel uitzonderlijk archeologisch onderzoek. En het is ook een reizende expo, dus dat betekent dat die rondreist en verschillende plekken doet nog tot het voorjaar van 2024. Alle tijd dus om het nog te bewonderen. Je kan het misschien al afleiden uit de titel van de expo. Deze tentoonstelling belicht de resultaten van het archeologisch onderzoek van het traject van maar liefst 80 kilometer. Ter voorbereiding van de aanleg van een nieuw Fluxys aardgasleiding werd het traject van 2014 tot 2016 archeologisch onderzocht van Alvringhem tot Maldegem. Een volledige doorsnede dus van de provincie West-Vlaanderen. Meer dan 200 nieuwe archeologische vindplaatsen werden hierbij aangetroffen. Vondsten van de steentijden tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De expo resulteerde ook in nieuwe inzichten over duizenden jaren menselijke bewoning in onze provincie. Een echte aanrader dus. Deze reizende tentoonstelling is volledig gratis en kan je nog op verschillende plaatsen bezoeken. Onder andere in Poperingen, Ieper, Blankenbergen, Bredene, Brugge, Kortemark, Vleteren, Oostkamp, Torhout en zelfs Brussel. Wanneer en waar de expo te zien is, dat kan je vinden op gefmauge.be.